We zitten hier bij Elho. Elho is een familiebedrijf dat plastic potten maakt voor binnen- en buitenplanten. Ze doen dat voor heel Europa en eigenlijk ook een aantal landen daarbuiten. Marktleider, heel innovatief, heel leuk. Het is de tweede generatie. Ongeveer 4 jaar geleden zag de familie dat ze niet helemaal meer synchroon met elkaar liepen. In hun gedachten over de toekomst, over waar moeten we naartoe met de onderneming, wat is mijn rol in die onderneming. Onderdeel van al die gesprekken is geweest dat er afspraken zijn gemaakt over hoe gaan wij om met het familiebedrijf. En daarbij hoorde ook, medegelet op de omvang van de onderneming, het instellen van een raad van commissarissen. Nou, we zijn nu 3 jaar onderweg en dat is een heel spannend avontuur met elkaar. Spanning zit erin bij een familiebedrijf, is eigendom en in dit geval ook leiding in één hand. En die moeten dan accepteren dat je als buitenstaander toezicht houdt wat iets verder gaat dan alleen maar advies. Als je jarenlang gewend bent om precies te doen waar jij vond dat je dat moet doen en opeens komt er iemand bij en die zegt, weet je dat wel zeker? Ja, dat is wennen. Spannend ook is omdat je als toezichthouder letterlijk in een familie stapt. Het is familie, dus je moet er rekening mee houden dat ook sommige dingen aan de familietafel worden besloten waar jij als commissaris geen toegang toe hebt en ook niet hoeft te hebben. Dus veel meer laveer je tussen wat je wil en wat kan en wat mag. En weet je ook dat uiteindelijk de aandeelhouders, de familie, het allerbelangrijkste is. Vanuit het perspectief van de familie merk ik dat ze het soms wat lastig vinden. Waar bemoei je je tegenaan? Maar ook dat begint toch alsmaar meer te worden. Wat fijn dat jullie je daar tegenaan bemoeien. En ik denk dat op dit moment men het heel prettig vindt. Ik denk dat toegevoegde waarde is echt de externe blik die kritisch naar je luistert en kijkt. Begrijpt waar je als ondernemer vandaan komt en naartoe wil. En daar gewoon vraagtekens bij zet. Bij Elho hebben we ook gezien dat bepaalde bedrijfsprocessen en ook bepaalde manier van kijken naar bedrijfsprocessen mede door de commissarissen is gestimuleerd en op de agenda gezet. Het hele nadenken over innovatie was hier altijd al heel erg aanwezig. En een van de commissarissen die een hele innovatieachtergrond heeft, heeft daar ook een extra impuls aan gegeven. Je kan hem ook zo inrichten en dan heb je wat meer structuur erin en ook wat meer meetbaarheid. Nou, dat wordt dan opgepakt en daar is eigenlijk iedereen dan uiteindelijk heel blij mee. Datzelfde geldt ook voor financiering, hoe dat wordt aangepakt. En zo zijn er nog een aantal andere terreinen waarin je met elkaar werkt aan een betere bedrijfsvoering.